Kom je vandaag helemaal alleen in je eentje? Of, Nee, de groep komt ook zo. Ik ben Daan van Vliet, ik ben 17 jaar oud. Ik doe een mbo-opleiding recreatie en toerisme. En ik doe de recreatie-medewerkerkant. Ik wou eerst theater doen in Amsterdam. En daar moesten we een portfolio voor hebben. Maar die had ik dus niet. Dus ja, toen ging het al niet door. Nou, toen ging ik met mijn eigen school ging ik gewoon hierheen. En toen kregen wij een rondleiding door de school. En dat was ook door leerlingen uitgelegd van wat de opleiding inhield en dat soort dingen. Toen was ik al helemaal verkocht. Toen dacht ik van, dit wordt gewoon mijn tweede keus en daar kan niks aan veranderen. Ja, zorg gewoon altijd dat je een tweede keus hebt. Stel dat je eerste keus niet werkt, kun je altijd naar je tweede keus toe. Mijn ouders zeiden ook dus van, kies gewoon een school waar jij je goed bij voelt. En dat de theaterschool niet is gelukt, maakt niet uit. Je hebt gewoon een tweede keus en dat is deze school. Ik vind dat VMBO-scholen en gewoon ook moeten zeggen van, nou, ga je met je klas gewoon kijken naar een andere opleiding. Zodat de leerlingen weten wat hun te wachten staat in het mbo en wat zij van een opleiding kunnen verwachten. Op het mbo zijn de docenten wat losser. Die geven je een studiewijzer en die zeggen van, werk het maar af en laat het af en toe aftekenen. En op het VMBO zijn er gewoon docenten die achter je kont aan zitten, zeg maar. En zeggen van, je moet het nog inleveren, je moet dit nog inleveren. MBO staat voor middelbaar beroepsonderwijs. Dus je wordt heel erg gefocust op je toekomst. We hebben een stuk theorie. Daar leren we dus uitleggen over een spel en verschillende spelvormen. En dan moeten we het met z'n allen gewoon gaan spelen. En er zijn een paar scheidsrechters, bijvoorbeeld mensen die geblesseerd zijn of zo, die mogen dan scheidsrechter spelen. En die moeten gewoon opletten of er niks fout gaat. En de docent is hier puur voor als het echt uit de hand loopt, dat die gewoon ingrijpt in het spel. Ik heb tips voor jullie, VMBO'ers. Voor als je naar het MBO gaat, zorg dat je goed kan plannen. Zorg dat je goed kan samenwerken. Dan komt alles goed, want dan kom je sowieso heel ver in de opdrachten.